Fractieleider Rabin Permeester maakt zich ernstig zorgen om de toename, maar met name ook de verruwing van de criminaliteit in Suriname. Hij zegt er vaker hieromtrent aandacht te hebben gevraagd, dat er wat meer aandacht wordt besteed, maar sowieso ook dat er komt naar wat structurele maatregelen. U hoort Rabin Permeester, fractieleider van de NDP, in gesprek met CBN Prime Alert, waar hij zijn bezorgdheid uit over de toename en verruwing van de criminaliteit in Suriname. De criminaliteit in het land, in de diverse vormen, neemt enorme vlucht. En het is een verschijnsel waar een enorme verzwaring optreedt. Je hebt het vaak, laat me het meenemen, ook uit ellende, et cetera, dat is geen criminaliteit. Kijk hoeveel mensen naar de brug gaan, hè? Uit wanhoop, ja, voor zelfmoordpogingen en noem maar op. Eigenlijk zou over zelfmoord en een aantal actuele data naar boven moeten komen. En ik doe een beroep op alle relevante autoriteiten hier om weer extra aandacht aan te schenken, hè? Zelfmoord. Vanwege de economische, financiële-economische situatie raken mensen dieper in de put. In de afgelopen periode van deze regering hebben we alleen maar lastenverzwarende maatregelen gehad. Straks is gasbom ook onbetaalbaar. Ik noem maar een dwarsstraat. Ja, toch? Aan de andere kant merk je de lonen hebben niet dezelfde trend. En als het de lonen is, zijn het alleen maar de ambtenaren. Hoe is die grote groep werkenden en niet-werkenden daarbuiten, bijvoorbeeld particulieren en mensen die geen werk hebben. Een samenleving, een regering gaat over al die mensen, niet alleen over ambtenaren. Ja, toch? Dus dat is een grote zorg. En er was beloofd weer looncorrectie en te plegen. Januari, eind januari zouden de mensen merken. Maar en, helaas moet ik het zeggen, en de vakbondsleiders en de regering, ja, spelen onder één hoedje, moet ik helaas zeggen. Want we merken er niks van in de uitvoering. Ja, dat is heel jammer, heel jammer. Om terug te komen, en niet zonder reden haal ik dit aan. Omdat het een relatie heeft met het inkomen van mensen. Met een relatie heeft met de sociaal-economische situatie. En al dat soort dingen meer. Waardoor je merkt, en dat is geen rechtvaardiging, maar je merkt de criminaliteit neemt enorm toe. Auto's worden klemgereden, overdag, 's avonds. Kijk hoe vaak dat voorkomt. Wat gebeurt er met de politie wat dat betreft? Ja, toch? Als ik naar de politie kijk, hebben ze de tools? Zijn die 300 mensen die deze regering genomen heeft, onttrokken heeft van het politieapparaat, 300 en meer mensen, zijn ze terug? Want hoe kan je met een gehandicapt orgaan al dit soort zaken doen? Ja, toch? Je hebt, toen je in de oppositie was, had je mond vol over criminaliteit. Ja, dacht, wat is dit beleid nu? Dit is een beleid voor facilitering van criminelen ook, zou ik zeggen. Want de politie handicap je, het politieapparaat, ja. Niet alleen die 300 plus mensen die je ontrokken hebt, dat hadden we niet gedaan. Maar ook dat je in de afgelopen periode ook geen opleidingen hebt toegestaan. Je hebt de hele discussie gehad, de opleiding was gestopt. Ja, toch? Hoe moeten de mensen daar verder? Los van de andere tools. Op heel wat politieposten, dat is gezegd in de media, er zijn geen voertuigen als er gebeld wordt. En ik kan maar doorgaan. Dus dat is één, als je kijkt naast dat die mensen klemgereden worden. Ja, toch? Met en allerlei zaken, geld worden weggehaald, mensen worden ontvoerd. Ja, toch? Jonge mensen, 13-jarig meisje, ach, ik hoef niet uitgebreid over in te gaan, dat is u allemaal wel bekend. Dat is niet emotioneel, maar dat is hartverscheurend, deze verschijnsel in deze vorm. Tweedens is, ook overdag heb ik een keer ook met u erover gehad, de verkrachtingen. En let u daarop, vooral als het om verkrachtingen gaat. Niet iedere verkrachting wordt doorgegeven. Uit schaamte en allerlei zaken. Dat neemt, als je in die samenleving beweegt, dan merk je een enorme toename. Ik ken heel wat mensen van Wanica, ja toch? Die met dit soort gevallen zitten, onder meer Wanica. Ja toch? De mensen, de
roofovervallen thuis bij mensen. Bankwezen, dat hebben we niet kunnen ordenen. Klantvriendelijkheid en al dat soort dingen met betrekking tot allerlei checks en balances en controles, waardoor mensen heel duur hun geld naar de bank brengen en niet makkelijk aan hun geld in cash kunnen komen. Terwijl wij sprake is van een cash-economie hier in dit land. Heel wat mensen die nemen geen checks, ze zijn lang afgeschaft met elektronisch bankieren. Dus ze willen contant geld hebben. Wanneer kan je elektronisch groente kopen op de markt? Bij hoeveel stands? Als dat zo mag zijn, et cetera. Nee, aan dat soort dingen wordt er niet gewerkt. Ik heb het te doen met mensen van de 60-plussers vooral. En ik pleit ervoor dat voor de 60-plussers een overgangssituatie moet zijn. Een goede regeling moet getroffen worden. Dat die mensen makkelijker aan hun geld kunnen komen. Minder kosten hebben bij de bank. Hun inkomen is ook laag. En waardoor je heel wat oude mensen zijn zo afhankelijk van jongeren. Want omdat ze met die elektronica niet om kunnen gaan, waardoor ze enorm bestolen worden. Dat is nu het geval. Leven in Suriname, weten we wat er in dit land gebeurt? Je zit als regering, als minister, in een airco-ruimte, maar ga in die samenleving kijken wat er nu gebeurt door uw wanbeleid. Door uw beleid wat niet aansluit bij de realiteit van de mensen. Dat is mijn boodschap wat ik breng. Heel wat mensen hebben dan thuis en daardoor heb ik de relatie gelegd dat er veel meer roofovervallen thuis plaatsvinden in de huizen, etc. Maar niet roofovervallen alleen voor materieel, maar hoeveel mensen worden niet in elkaar geslagen. Met trauma's, los van lichamelijke letsel, de trauma's die ze eraan overhouden, hele gezin, etc. Kortom, al die verschillende vormen van criminaliteit. Handhaving is zoek. Ik heb het net over het politieapparaat gehad. Dat we, en misschien is dat wel bewust. Daarom zeg ik, ja, criminalisering, facilitering van mogelijk criminelen. Als er geen facilitering van criminelen was, waarom heeft men tot nu toe de zaak van de mensensmokkel van de Haitianen nog niet naar de PG gebracht? En ik kan zo andere dingen ook noemen. Is een facilitering van het criminaliseren van deze samenleving. En dat moeten we stoppen, meneer Ganes. Ja. U sprak over de 300 agenten, heer Permisser, ja. Toch? Maar wat zal er in feite dus moeten gebeuren aan het korps? Het korps versterkt zich, geeft die 300 agenten terug. Ja, toch? Wij hebben andere diensten die daartoe geroepen zijn, militaire en beveiliging, et cetera, die daartoe bevoegd zijn. En we hebben toch een organisatie voor de hoogwaardigheidsbekleders, et cetera. Daarmee werd er vroeger gedaan. Geef die mensen, laat al die politiefunctionarissen voor de regeringsleden, de friends en family en sponsoren ook die nu bewaakt worden. We moeten een keertje een lijst zien voor al die mensen die bewaakt worden. En hoeveel mensen bij ieder persoon er zijn. Als ik sommige mensen zie, ze leven als een vorst in de middeleeuwen. Ik zie toch dat sommige mensen, tegenwoordig kunnen ze niet alleen lopen. Tussen de 10 en 15 mensen moeten rondom hun lopen. Wat gebeurt er nu? Weet je, ze kunnen hun eigen tas niet meer schouwen. Ja, tasjesdragers zijn andere mensen. En noem maar op verder. Het is puur belachelijk. Mensen kunnen een nieuw verschijnsel. Toen ik minister was, was mijn collega minister, meneer Belfort. Toen van justitie en politie. Meneer Belfort had ons verboden dat we met loeiende sirene als minister konden rijden. Ja, toch? Wat zien we nu vandaag? Ik moest zelf hals over kop uitweken voor een minister. Die met een auto voor, auto achter, loeiende sirenes allemaal. En gerezen. U hebt zelf een verslag gedaan, of zeker gehoord, de pers heeft verslag gedaan. Hoe de president zich beweegt tegendraads met zoveel volgwagens. Waarover hebben we het niet? Over de VP, over de ministers en alle anderen. Zelfs sommige assembleeleden. En ik had begrepen ook, en districtscommissarissen.
die met volle auto's en loeiende sirene leden. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe in deze samenleving? Op ieder gebied merk je, als samenleving glijden we enorm af. We glijden enorm af. Onze welbekende waarden en normen worden overboord gegooid. Instituten worden verzwakt. Instituten, daar worden goede mensen weggehaald. En names en faces worden geplaatst. Partijloyalisten, niet ter zake deskundige mensen. Kijkt wat hier gebeurt, daarom worden er zoveel fouten gemaakt. Hebt u in anderhalve jaren tijd gemerkt dat er nieuwe projecten zijn gekomen? Al die projecten die uitgevoerd worden, zijn projecten die wij, de NDP, hadden voorbereid. Ja, en dan met heel veel vertragingen ook nog worden uitgevoerd. Ik kan een aantal belangrijke projecten noemen voor de productie waar ik mee bezig was als LVV. Ik hoorde niks van het Israëlisch project tegen 1% rente, dacht ik. Ja, toch? Heel belangrijk voor de productie. En ik kan zoveel andere projecten noemen. De president van Brazilië is gekomen. Dat is een ander hoofdstuk die we lang over kunnen praten. Wat is concreet uit de bus gekomen? Ja, we gaan over de energievoorziening praten. Het project Arco Norte. Dat is al tientallen jaren eerder voorbereid. Wij waren ermee bezig. Ik ben zelf als toen als minister, nee, als directeur van EBS, druk mee bezig geweest. Waarover praten we deze mensen? Welke voorbereidingen treffen wij om uit onze gas- en oliewinning dat we het maximaal binnenhalen? Ik zie niks concreet. Straks zijn we laat. Weet u dat op dit moment in Nikeri lappen gronden gekocht worden door Guyanese? Dat is de situatie. En die treffen voorbereidingen. Wat doen wij, meneer Ganes? Ik praat niet, voor mij is de regering, een partij A of B in de coalitie, voor mij nou op dit moment niet interessant. Voor mij is het, wat doen we nationaal? Het Surinaams belang dient centraal te staan. En dat mis ik nu. Dat mis ik enorm. Om terug te komen, ik weet een beetje uit, neemt u me niet kwalijk, maar om de criminaliteit in diverse vormen, er zou een agressieve aanpak moeten zijn. En dat mis ik. Ja, ieder is voor zichzelf nu in dit land. Ja, toch? Daarom de buurtwachten, de bewakingsbedrijven, allemaal extra onkosten. Weet je, worden er nu gemaakt. Dat is erg. Dat is erg. Ja.